Dit is Dumpert, filmt je werkplek. En vandaag lopen we mee met een ethisch hack. Wouter, jij bent een ethisch hacker. Wat is dat precies? Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk inderdaad een ethisch hacker, waar het is zo onderscheid van een misschien een niet-ethisch hacker, is dat hij het doet om een reden, namelijk niet te hacken om mensen te beroven of iets dergelijks. Dus wij worden eigenlijk ingehuurd door bedrijven die een applicatie hebben gemaakt, die een stukje infrastructuur hebben gebouwd en die willen graag weten, zijn wij veilig? Een goede inbreker, je breekt in, maar je neemt niks mee. Exact, ik kan alleen vertellen wat er verkeerd is. Wat maakt het zo leuk om dit te doen? Je kan hier dus eigenlijk dingen doen voor klanten die technisch gezien niet legaal zijn. Dat wil dus zeggen, dus wij hebben natuurlijk wel een vrijwaring met de klanten, zodat we dat mogen gaan hacken. Maar als je dat gewoon zo in het wild zou doen, is het gewoon strafbaar. Dus je kan eigenlijk best wel je ei kwijt met verantwoord rondklooien, zou ik maar zeggen, om dus te achterhalen wat zijn nou problemen bij klanten, hoe kunnen we ze helpen om veiliger te worden, bewust te worden van welke problemen ze hebben, zodat ze op tijd kunnen oplossen. Wat is nou het tofste wat je hebt meegemaakt of wat je wel eens tegenkomt tijdens het hacken? We zijn dus wel eens bij een opdracht geweest waar we eigenlijk voor iets heel anders kwamen, voor een datalek. Uiteindelijk was het de vraag hoe komen we binnen. Nou, toen zijn we wel vanaf de parkeerplaats, zou ik maar zeggen, begonnen bij het wifi-netwerk, hè, het gasnetwerk waarmee je binnenkomt. En uiteindelijk konden we aan de directeur vertellen wat hij allemaal voor nieuwe mailtjes in zijn inbox had. Dat is wel, dat is wel leuk. Beetje nerdy is nieuwe sexy. Nou, in principe zijn denk ik dit de drie belangrijkste tools die we gebruiken. Als eerste hebben we natuurlijk Burp. Dit is als het ware een soort toertje dat zit tussen je browser en het internet. Dus je hebt je browser, dan gaat het verkeer hier doorheen en dan komt het uit bij de server. Dus je kan alles zien als je een website bezoekt wat allemaal technisch gebeurt. En dan vervolgens heb je hier je terminal. Daar zo voeren we dus alle scriptjes uit. Zo heb je hier bijvoorbeeld DRB. Nou, dat is een scriptje om erachter te komen wat voor bekende mapjes en bestanden er bijvoorbeeld op een website te vinden zijn die daar misschien wel eigenlijk niet thuis horen. Waar begin je? Onze website pakt, ik begin het kijken wat er allemaal kan. De contactpagina bijvoorbeeld hier zo, een bepaalde soort informatie die wordt gestuurd ergens naartoe. Misschien is dat interessant, kan je verschillende aanvallen mee doen. Dan ga je kijken naar wat er is mogelijk qua injectie. Dus je gaat allerlei dingen proberen die eigenlijk niet normaal zijn. Cross-site scripting zou aan de hand kunnen zijn. Een website bestaat uit allerlei scripts. Dit is als het ware hoe de website aankomt bij de browser. Ja. Dit bestaat uit allemaal HTML-tags. Als je dus in staat bent om van die dingen toe te voegen, en dan bijvoorbeeld een JavaScript. JavaScript is dan dat je nog wat meer logica kan uitvoeren. Dan ben je dus in staat om de website misschien wel aan te passen. En dan kan je bijvoorbeeld een inlogpagina doen, hè? Log eerst in met je Facebook bijvoorbeeld. Ja. En dan zou iemand je persoonsgegevens kunnen stelen. Of ze in ieder geval voordoen alsof ze vanuit ons werken, maar dan stiekem niet. En zo ga je dus heel systematisch door heel de applicatie heen, door alle functionaliteit. En dan ga je daar alle bevindingen opschrijven, zoals lage prioriteit, hè, dingen die minder uitmaken, misschien wel belangrijk zijn voor de klanten te weten, maar niet direct impact hebben, tot dingen die misschien een hoge prioriteit hebben. Hè. Naast dat het heel mooi is om je website te onderzoeken, heb je tegenwoordig ook slimme apparaten, hè, de IoT-devices. Iedereen kent wel IP-camera of een NAS of iets dergelijks. En daarbij komen eigenlijk al de verschillende componenten van verschillende onderzoeken, inframensen, applicatiemensen, mobiel onderzoekers komen bij elkaar om dat te onderzoeken. Kun je dat laten zien? Jazeker, dan hebben we daar een setup voor klaarstaan. Word je wel eens nerd genoemd? Niet openbaar, wel op de werkvloer. We bootsen eigenlijk een mogelijke thuissituatie na. Dus we hebben een router, we hebben een server waar je bestanden op staan en we hebben een webcam waar je misschien je baby of je huisdier of die kelder mee in de gaten houdt. Veel mensen hebben dit natuurlijk thuis ook wel staan, dit soort spullen. En misschien wel allemaal slimme lampen aan de aangehangen en weet ik veel wat voor slimme apparaten. Ja. Maar wij gaan op zoek naar naar het lek eigenlijk, naar waar je naar binnen kunt. Wat gaan we nu doen? Nou, we weten dat hier een kwetsbaarheid op zit. Ja. Dus we weten als we hier naartoe verbinden, dan komen we
op de computer van deze webcam terecht. Dat wil dus zeggen dus dat we vanaf de laptop verbinding kunnen maken naar dit specifieke apparaat. Ja. En die laptop is dan even in dit scenario een de buitenwereld. Onwel, ja, precies. De grote boze buitenwereld. Niet per se goedwillende exact. Intruder. Als we dan op het apparaatje zitten, kunnen we vervolgens verder gaan kijken in het netwerk. Ja. En dan zullen we ongetwijfeld achterkomen dat in het netwerk onder andere nog een telefoon ligt en ook nog een NAS staat. NAS, Network Attached Storage. Een harde schijf die gekoppeld is aan je thuisnetwerk. En dan kunnen we kijken of we verbinding kunnen maken met de NAS. We kunnen in principe gewoon inloggen op het desbetreffende device door naartoe te verbinden met Telnet. Nou, dan vraagt hij om een gebruikersnaam. Die is vrij goed te raden. Is dat vaak zo dat de fabrieksinstellingen van apparaten zo zijn ingesteld dat het voor iemand met een beetje know-how vrij eenvoudig te achterhalen is? Of? Ja, heel veel apparaten hebben standaard credentials die je bij het instellen moet invoeren en die je dan vervolgens nooit moet wijzigen. Dus misschien tegelijkertijd ook een oproep aan de mensen die denken, hey, misschien is het ook mijn apparaat zo, kan goed zijn. Hè? Naast updates is dat ook iets dat je goed op je wachtwoord moet letten als je dat doet. Dus we hoeven helemaal geen geavanceerde hack te doen of iets dergelijks. We hoeven eigenlijk alleen maar aan te bellen bij de deur met een sleutel dat we toevallig hebben geraden of dat zo voor de hand liggend is dat we binnen kunnen komen. Kunnen we hier zo op inloggen. En nu zitten we op het bestandssysteem. Dus nu zitten we eigenlijk, zijn we van deze computer als het ware één stapje verder gehopt en zijn we nu op de webcam. Oké, en kun je hem dan ook echt nog sturen, aanzetten, uitzetten of is dat lastig? Dus er staat een bestandje op dat je in staat stelt om dat ding te besturen. Maar daarmee kan je dus via de command line kan je eigenlijk zeggen dat die omhoog moet of naar beneden, even kijken hoor, dat is met 4, hartstikke idee. En zo bestuur je de camera. Lead hackers. Lead, ook wel 1337. Het is een verbastering van elite. Het slaat op het bereiken van een elite status in bijvoorbeeld een computerspel of bij het programmeren. Voorbeeldzin. Deze gyroscopische gestabiliseerde pooltafel is erg lead. Maar jij zegt, nu kun je ook verder op de rest van het netwerk. De router die faciliteert deze omgeving. Ja. Die maakt het mogelijk dat deze verschillende componenten aan elkaar hangen. Dus we gaan niet via de router als in we gaan nu de router hacken of zo. Nee. We gaan eigenlijk gewoon direct verbinden naar de NAS. En natuurlijk, hoe het normaal geconfigureerd staat, kan niemand daarbij. Dat zit binnen jouw netwerk. Mm-hmm. Maar doordat we nu één apparaat als het ware hebben overgenomen, hebben we als het ware een ingangetje, een deurtje gevonden om tot iemands netwerk te komen. En dan kunnen we daar nu verder gaan rondsnuffelen. Dus nu begint eigenlijk het verzamelen van de loot. Daar gaan we eigenlijk ook weer naar verbinden. Het zijn niet heel veel geavanceerde hacks die we hier nu voor nodig hebben. Het is eigenlijk gewoon een beetje gebruik maken van de verschillende toertjes die er zijn. Dat gebeurt natuurlijk niet altijd. Sommige dingen die zijn een stuk beter beveiligd en daar heb je daadwerkelijk een exploit nodig, een stukje code wat developers van het apparaat hebben geschreven, wat eigenlijk niet heel sterk in elkaar zit en wat je dus kan gebruiken of eigenlijk misbruiken om toegang te krijgen. Maar we hebben natuurlijk ook wel een beetje doelbewust dit netwerk zo in elkaar gezet. Tuurlijk. Dat we niet 8 weken bezig zijn om dit te laten zien. Dat wordt een heel lang filmpje. Als we het MAC-adres weten, want we weten dat bij dit NAS het wachtwoord hetzelfde als het MAC-adres is. Dat kan je een soort van opvragen door ook weer gebruik te maken van het internet. Hè. Mm-hmm. We knopen heel veel verschillende dingen aan elkaar vast om uiteindelijk door te breken tot iets en tot iets anders te komen. Veel van die dingen zijn gewoon gebruik maken van de tools die beschikbaar zijn of die gewoon draaien. Dan komen we achter het MAC-adres en dan kunnen we vervolgens daar naartoe FTP'en om daar dingen van af te halen. FTP'en? FTP. File Transfer Protocol. Een internetprotocol dat wordt gebruikt om bestanden over te zetten tussen computers. Wat staat er allemaal op? We gaan eerst even kijken wat er allemaal voor leuks op staat. Nu kunnen we nu FTP GET doen en dan kunnen we iets gaan ophalen.
We hebben nu dus verbinding naar het apparaat toe. We kunnen daar dingen van aftrekken. Dus we hebben hier een lijstje met verschillende items. Welke wil je het liefst zien? Wat is denk ik het meest comprimerend? Oei. Is nog die ene van mij dat ik geen kleren aan heb? En dit is dus hoe je via een omweg, via een webcam, naar de NAS komt en gewoon je hele server leeg kan trekken. Dit is wel super erg gestaged. We weten al wat dingen, we hebben het wel een beetje zo gebouwd. Desalniettemin komt het wel naar voren dat het dus heel belangrijk is dat je je spullen gewoon onderhoudt, update. En als de leverancier niet zo goed is in updates, dan misschien dat het tijd is om producten te gaan vervangen. Je kan nooit 100% voorkomen, maar je kan in ieder geval je best doen om zo dicht mogelijk in de buurt te komen. Je moet in ieder geval zorgen dat de updates op die devices zijn doorgevoerd. En waarom zijn die belangrijk? Nou, leveranciers die repareren wel eens wat, voegen nieuwe functionaliteit toe, maar die maken ook bugfixes. Sommige bugfixes zijn voor daadwerkelijke problemen in je user interface, andere zijn voor security problemen. Hoe update je iets überhaupt? We kunnen hier eventjes de NAS erbij pakken. Op de NAS kan je inloggen. Er zal vast wel een soort controlepaneel zijn. Zoek je ergens naar update, firmware update. Soms heb je ook nog een knopje om automatisch te laten controleren. En als leverancier echt zijn best heeft gedaan, dan heb je ook nog een plekje waarop je automatisch kan laten kijken naar of de updates beschikbaar zijn. En dan al dan niet meteen laten installeren. Dit was alweer Dump It Filmpje Werkplek met ethisch hacker Wouter. Ontzettend bedankt. Graag gedaan. En kijk de volgende keer weer naar Dump It Filmpje Werkplek. Doei! Tot ziens. Ciao.